Morgen. Habt u gebeld? Dat was ik, ja. Wil u dat nooit meer doen? Nee, luister eens even, dan ga... Ja? Zo even weer blijven staan, mijn naam is Flut. Nou, daar en kan ik... u ook niks aan doen. Goedemiddag. Nou ja, zeg dat... Dat flut weer. Als u nu even weer blijven staan, meneer. Ik ben Flut van de inspectie hondenbelasting. Van de... toch niet van de honden? Hondenbelasting. Van de honden? Ja, meneer. Even een simpel vraagje. Ja? Heeft u een hond? Nee, ik heb geen hond. Nee, hoor. Nou, echt wel lekker gelachen. Goedemiddag. U heeft dus geen hond, hè? Nee, ik heb geen hond, hoor. Nou, ik moet verder maar, maar ik hoorde toch wel het een en ander blaffen, zo. Oh ja? Ja, natuurlijk. Ja. Oh ja, dat is wat... oh, dat is mijn papegaai. Dat is mijn papegaai. Ik heb een papegaai, ja. Een papegaai die blaft. Dat wat is interessant. Een... Ja, hij komt bij de circus. Hij imiteert allerlei dieren. Het is een imitator, is het eigenlijk. Wat leuk, wat leuk. Zeg, dat lijkt iets heel bijzonders. Ja, zou ik hem even mogen zien, die papegaai? Ja, dat lijkt me interessant, dat papegaai die blaft. Hè. Nou, dat is een beetje moeilijk. Hij vlaft. Hij vlaft. Hij slaapt. Hij slaapt, en ja. Ik hoor hem duidelijk blaffen. Ja, hij praat altijd in zijn slaap. Oh. Ja, denk, ja, ja. Nou ja, dan... Wat is dat? Kijk nou eens. Wat is? Hè, dat sneeuw op die mooie kamerjas. Een haar. Zonde van zo'n mooie jas. Zo'n hondenhaar. Duidelijk een hondenhaar was dat. Honden? Nee, dat kan niet hoor. Dat is waarschijnlijk van mijn schoonmoeder. Mijn schoonmoeder. Ja, die valt enorm uit en die hangt altijd op mijn schouder. Zie mij een hond. Hij heeft een hond. Zou die papegaai misschien toch een hond kunnen zijn, meneer? Nee, definitief niet. Oh, hoor. Toch niet? Nee, definitief. Ja. In elk geval, ik zou hem toch graag even zien. Ja, ik zeg al, dat is moeilijk, want hij slaapt nog. Dan maakt u hem nou wakker, meneer. Laat zien, die papegaai. Schiet op. De mensen allemaal voor smoesen verzinnen tegenwoordig voor... Ik kan de kooi niet open krijgen. Dan breekt u hem open, schiet op. Nee, dat kan ik niet doen. Waarom niet? Hij is niet verzekerd tegen inbraak. Nee, nog maakt u verder geen onzin. Dan komt u maar met kooi en al en papegaai en alles hier naar buiten. En nog snel een beetje, hè? Flauwe kul allemaal. Je hebt geduld met de mensen, maar op een gegeven moment is je geduld wel op. Het is een... Nou, zo'n mooie kooi, maar waar is de papegaai, meneer? Die is, hij is even een luchtje scheppen. Hij gaat altijd een beetje benauwd in de kooi en dan gaat hij even naar buiten, even een frisse neus halen. Meneer, u neemt mij niet langer in de maling. Ik hoor een hond blaffen. Er is geen papegaai, dus u hebt een hond. U hoort waarschijnlijk een gouden vogelaar. Dat is het, ik heb een gouden vogelaar met honden geblaffen en die zit in zijn auto. Meneer, u hebt een hond. Nee. Oh, ik weet het al, dat is mijn zwager. Die heeft een hondenleven thuis, die hoor je nou blaffen. Meneer, u hebt... een hond. Ach, natuurlijk. Nou weet ik het dat ik daar niet eerder aan denk. Dat is mijn kat. Hoezo uw kat? Hij spreekt vreemde talen. Nou ja. Ik laat me niet langer in de maling nemen. Die trucjes, de hond niet van meneer. U hebt een hond, de dame juist. Maar als ik nou een hond zou hebben, hoe kan u dat dan eigenlijk weten dat ik een hond heb? Nou, ik weet het toevallig heel erg zeker, meneer. Want toen ik met uw tuintje instapte, toen zag ik een groot bord staan. Pas op voor de hond. Ja! Dat heb ik gedaan voor de inbrekers. Dat is tegen de inbrekers, om inbrekers af te schrikken. Ach meneer, dan laat u gewoon s'avonds als u weggaat, laat u gewoon een wichtje branden. Voor inbrekers? Ja, zo, die hebben de zaklantaarns bij zich. Meneer, waarom geeft u nou niet gewoon toe dat u een hond hebt? Ik heb geen hond. Ik blijf net zo lang wachten en hier staan totdat ik antwoord van u heb dat u een hond heeft. En ik weet wat er blaft.
Oké, okay, kom op. Zegt u? Oké, okay, ik heb hem op. Het spijt me, meneer, maar ik kan het niet goed verstaan. Wat zei u? Ik heb een hond! Helemaal niet, meneer, maar u bent erbij. U geeft toe dat u een hond hebt. Ik heb een hond. Noteren. Hele grote hond. Nee, het is een heel klein hondje. Is niks bijzonders. Ach zo, nou wat ik daar hoorde blaffen, dat was een koei van een hond. Ja, hij blaft altijd voor de luidspieker, maar het is een heel klein hondje. Het is niks bijzonders. Heel klein hondje, wie neemt er nou een klein hondje? Waarom een klein hondje? Nou, we wouden er geen hond kijken naar hebben, zet die dierenwinkelman. Nou, moet die nemen, die zie je niet eens. Het is een heel klein hondje. En waarom staat er dan een bord in de tuin? Pas op voor de hond. Dat ze niet op hem trappen. Nee, nou houdt u ogenblikkelijk op in die flauwe kurren. Nu laat dat hondje zien. Schiet op. Ja, als ik hem kan vinden, hoor. En een beetje tempo, meneer, alsjeblieft. Want ik heb nog meer te doen. Wat de mensen allemaal verzinnen tegenwoordig. Je wordt er toch maar misselijk. Voorzichtig maar, Mickey. Voorzichtig maar. Meneer Linksom. Dat is hem. Ja, erg leuk, maar ik zie alleen maar een riempje met niks. Nou, kan je nagaan hoe klein die is. Wat doe je daar? Pak af, af, af. Mag ik even weten wat er gebeurt? Hij plast het tegen uw schoen. Dat doe je niet meer, hoor. Nou ja, in elk geval, oké. Ik mag dan bijna niks zien. In elk geval, u hebt een hond, dus... U betaalt hondenbelasting. Nou, wat is er nou voor ons? Waarom moet ik nou hondenbelasting betalen voor een hond die je niet eens gezien? Maar het is er wel. Maar je kan hem toch niet zien? Maar hij is er wel. Maar hij is toch niet eens te bekijken? Maar hij heeft zo even zijn behoefte gedaan tegen mijn schoen. Ja, maar zelfs dat kan je niet zien. Maar het is er wel. Het is zo weinig, je kan niet eens opruimen. Maar het is er wel. Maar je kan hem toch niet zien? Maar het is er wel. Oké, okay, hier heb u de hondenbelasting. Hé, hey, wacht even, ik zie niks. Nee, maar het is er wel.